Wat zou er eigenlijk gebeuren in Nederland als we nou eens aan die jongetjes keukentjes zouden geven op hun verjaardag om mee te spelen? En als we die meisjes nou eens zouden laten spelen met het Lego politiekantoor? Zou de hel uitbreken in Nederland? Waarom worden vrouwen niet meer ontslagen als ze kinderen krijgen? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Bart van Herikhuizen. Op 10 mei 1948 ben ik geboren uit ouders die allebei onderwijzers waren. Die hebben elkaar op de kweekschool, de Rijkskweekschool in Haarlem, hebben ze elkaar ontmoet, verliefd op elkaar geworden, getrouwd. Mijn moeder was onderwijzeres, een hele goede onderwijzeres. Ze is vorig jaar overleden, een onderwijzeres in hart en nieren. En toen ik in haar buik zat en aankondigde dat ik de wereld wilde betreden, toen werd mijn moeder op de kamer van de directeur van de school uitgenodigd, het hoofd van de Rijksleerschool te Haarlem, meneer Van Soest. En die zei, Miep, je bent een hele goede onderwijzeres. We hebben van je diensten genoten, maar we moeten je ontslaan. Want er gaat een kindje geboren worden en je weet wat dat betekent. Dan kan je natuurlijk geen onderwijzeres meer zijn. Dan moet je voor je kroost gaan zorgen, voor de kleine Bartje. En dat heeft ze ook heel goed gedaan. Dat was 1948. Je werd ontslagen omdat je een kind kreeg. Dat zou dus nu niet meer gebeuren. Dat een vrouw wordt ontslagen omdat ze een kindje heeft gekregen. Daar zover zijn we dan in 2013 gelukkig toch wel gekomen. En dan vraag je je af, hoe komt dat? In de eerste plaats natuurlijk door de strijd van feministische vrouwen in de jaren 60, jaren 70. Die hebben gezegd, dat is slecht, gelijkberechtiging van mannen en vrouwen. Vrouwen moeten ook de arbeidsmarkt op kunnen, ook als ze getrouwd zijn, ook als ze een kind hebben gekregen en zelfs als ze een heleboel kinderen hebben gekregen. En dat is een gevecht geworden wat glansrijk door de feministische beweging is gewonnen. Waar haalden die vrouwen hun argumenten vandaan? Ik ga vandaag eigenlijk een beetje de stelling bepleiten dat die feministen een aantal argumenten hebben ontleend aan het vak sociologie. Dat die nieuwe sociale wetenschappen, de sociologie, de antropologie, die opkwamen in Nederland, vooral naar voren kwamen in de jaren 50, in de jaren 60, dat die een aantal argumenten boden waar die feministen hun voordeel mee konden doen. De sociologie, dat blijkt uit het verhaal, die is niet zo oud. Filosofen die zeggen 2500 jaar is ons vak. De natuurkundige, dat gaat een beetje korter terug, Newton, 17e eeuw. Sociologie, je zou kunnen zeggen, bestaat misschien nu net zo'n 100 jaar. Zo in de jaren 50, jaren 60, in de Verenigde Staten, de grote Oostkustuniversiteiten. Daar was vooral dit de grote vraag. Hoe verklaar je dat samenlevingen, hoewel ze heel kwetsbaar zijn en soms ook uit elkaar vallen, dat samenlevingen toch een sterke mate van stabiliteit vertonen? Ondanks het feit dat er heel veel verloop is. Want ga maar na, er zijn twee grote problemen waar elke samenleving mee te maken krijgt. Als we nou maar een eenvoudig voorbeeld nemen, de Nederlandse samenleving. De Nederlandse samenleving heeft twee problemen. Probleem 1, elk jaar komen er een heleboel mensen deze samenleving in. En die mensen zijn ten eerste oliedom. Ten tweede hebben ze helemaal geen cultuur. Ze kennen geen normen en waarden. Ten derde leven ze van onze belastingcenten, ze eisen onze verzorging op. En ten vierde, en dat is misschien nog wel het ergste, ze eisen dat hun behoeften onmiddellijk worden bevredigd. En als dat niet gebeurt, dan zetten ze het op een krijze. 180.000 baby'tjes die elk jaar in Nederland worden geboren, totaal ongesocialiseerd, ongeciviliseerd en die we door een soort inburgeringsprogramma heen moeten halen. 180.000 in het jaar, dat zijn er toch zo'n 15.000 in de maand, dat is nogal wat. Alsof dat probleem nog niet groot genoeg is, hebben samenlevingen, dit is eigenlijk geen sociologie, ik sta een beetje demografie te geven, samenlevingen hebben het grote probleem dat elke maand zo'n 12.000 mensen, 140.000 in het jaar doodgaan. En dat zijn mensen van allerlei soort. Dat zijn concertviolisten, hoogleraren in de sociologie, stratenmakers, straaljagerpiloten. Allemaal gaan ze dood. 140.000 per jaar
met die, al die opleiding die we erin gestopt hebben, al die gezondheidszorg die we ze hebben gegeven, wat een kapitaalvernietiging. Dat lees je niet zoals in de Telegraaf. Afgelopen maand in mei in Nederland weer 15.000 van onze beste, de bloem der natie, is kapot gegaan. Al die opa's en oma's die zo lief waren voor hun kleinkinderen, allemaal dood. Die twee, dat is al een enorm probleem. Het probleem van de sterfte, het probleem van de geboorte. Maar als je ze combineert, dan wordt het nog veel erger. Na 100 jaar zijn al die mensen vervangen. Maar de sociale structuur blijft bestaan. In 1913 had je ook een regering en had je ook ministers, had je ook het parlement. En mensen maakten zich druk over van alles in het financiële leven. En ze dachten, het gaat de verkeerde kant op en misschien breekt er wel oorlog uit. Hadden ze goed gezien, die brak ook uit in 1914. Nederland bleef er nog een beetje buiten. Je kon de trein nemen naar Parijs, je kon naar de universiteit gaan, je kon naar een strijkkwartet van Schubert luisteren in het concertgebouw. Amsterdam was echt wel een beetje Amsterdam zoals het nu is. Je zou er de weg wel weten, je zou er de taal wel spreken. En niettemin, alle mensen zijn over die periode van 100 jaar vervangen. Hoe is dat mogelijk? En het antwoord van de klassieke sociologen, structureel functionalisme, jaren 50, dat is, dat komt doordat al die nieuwe mensen, die kindertjes die geboren worden, die worden gesocialiseerd met dit zijn de rollen die je later in de samenleving moet gaan vervullen. Dus al die kleine jongetjes die leren, misschien word je wel taxichauffeur of misschien word je wel brandweerwagenchauffeur. Er was een jongetje in die leuke serie 7-Up van de BBC, weet je wel. En die zegt dan van, ik word later taxichauffeur. En verdomd, dan nemen ze hem weer op 30 jaar later en dan is hij dus inderdaad taxichauffeur geworden. Dus die kleine kinderen die zitten zich als het ware al te prepareren op de rollen die ze later gaan spelen. En dan zie je dat het inderdaad wel uitmaakt als die meisjes met de poppen spelen en met de kleine keukentjes spelen. Wat de ouders dan aanmoedigen. Leuk, leuk. Moet je kijken, wat een schat. Wat doet ze dat lief. En die jongetjes die zitten heel stoer te doen. Ik was politie en ik ging een boef vangen. Wat een schat, die jongen van ons. Misschien wordt die later wel politieagent. Die ouders stimuleren dat. En die sociologen zeiden, op die manier worden kinderen geprepareerd voor het volwassen bestaan. En mochten ze niet zo goed hebben opgelet, mocht zo'n jongetje toch niet helemaal hebben begrepen dat het niet de bedoeling is dat je naar school gaat in een jurkje met geschilderde vingertjes, vingernageltjes, dan wordt hij daar wel op gewezen door zijn klasgenootjes. Misschien niet door de directeur van de school, die denkt dat is wel leuk, travestiet op school, daar kan ik goede indruk mee maken. Maar de klasgenootjes die denken dan natuurlijk van, is die jongen helemaal raar geworden. En leerden sociologen en trouwens ook psychologen, informele sancties komen heel hard aan. Buitensluiting, grapjes maken achter iemands rug, dat is niet leuk. Dus aan de ene kant socialisatie, aan de andere kant externe controle, zorgt ervoor dat mensen precies de goede kant uitgeduwd worden en de rollen gaan spelen die in de samenleving van de toekomst, wanneer de ouders, de grootouders doodgaan, nodig zijn. Zo blijft de samenleving in evenwicht. Zo blijft de sociale structuur gehandhaafd, ook al worden alle individuele exemplaren in de loop van de tijd vervangen. Dit is heel in het algemeen, je moet dat altijd dan zeggen, dit is wel erg kort door de bocht hoor. Dit is een beetje kort door de bocht, maar dit is wat die sociologen in de jaren 50, dit is het model van het structureel functionalisme. En die feministen, die hadden goed opgelet. Joke Cole Smit, die schreef in 1969 een boekje dat heette Rock and Roll. En dan kan je een beetje om lachen, dan kan je, ah, Rock and Roll, Chuck Berry, haha, leuke woordspeling. Maar het is een hele goede titel. Rock and Roll. Die mensen die die rokken dragen, die vrouwen, voor welke rollen worden die eigenlijk voorbereid? Het feminisme pikte een heleboel ideeën op, ik zeg niet pikte ze, maar ze pikte ze op, uit de sociologie. En dacht, ja, dat is eigenlijk waar. Die rollen die meisjes in de samenleving vervullen, die hebben ze geleerd. Dat is niet iets biologisch. Vrouwen zijn niet alsmaar thuis met de kinderen aan het tutten, omdat die kinderen nou eenmaal in die buiken van die vrouwen groeien en gezoogd worden. En die vrouwen, die hersens, die zitten zo in elkaar en die hormonen stromen zo. Ze kunnen niet anders dan tutten met die kleintjes. Nee, dit is een sociale afspraak die je ook echt moet leren vroeg in het leven, door dat speelgoed en door de stimulatie van de ouders. En dan ga je het als een vanzelfsprekendheid ervaren later in het leven. Het is geen biologie. Biology isn't destiny. Het gaat om iets heel anders. Het gaat om sociale conventies. En als dat zo is,
dan kunnen we dat eigenlijk ook anders doen. Wat zou er eigenlijk gebeuren in Nederland als we nou eens aan die jongetjes keukentjes zouden geven op hun verjaardag om mee te spelen? En als we die meisjes nou eens zouden laten spelen met het Lego politiekantoor? Is het eigenlijk, zou de hel uitbreken in Nederland als je vrouwen niet zou ontslaan uit het werk wat ze goed doen wanneer ze een kindje krijgen? Dat gebeurde. En dan gebeurt er eigenlijk iets ontzettend verrassends en iets heel raars wat hoort bij de sociale wetenschap. De sociologen die zo mooi hadden beschreven hoe de samenleving het genderspecifieke gedrag overdraagt van generatie op generatie en zo die structuur in stand houdt, die sociologen zien onder hun ogen hun object van onderzoek veranderen. Ze merken ineens wat we hadden opgeschreven in 1951, daar klopt niks meer van in 1973. Ons object van studie heeft ons ingehaald. Ze zitten te kijken naar een foto in een krant van Harry Potter en ze zien onder hun ogen het plaatje veranderen. En weet je wat er nog, ik kijk een beetje naar beneden, want ik ben hier net afgelazerd van het podium. Weet je wat er nog het allerraarste is? Het object van studie verandert door hun eigen werk. Ze ontdekken dat datgene wat ze bestuderen ten prooi is aan verandering door wat ze zelf hebben opgeschreven. Hun kennis heeft zich in het object van studie verhard en heeft daar gezorgd voor wijzigingen. En daarin verschillen sociologen, economen, antropologen heel erg van natuurkundigen of scheikundigen of astronomen. Een astronoom die kan onderzoek doen naar de banen van de planeten om de zon. En dan is het niet zo dat zo'n planeet het werk van zo'n socioloog, van zo'n natuurkundige leest, denkt, dat is een mooie formule, dat is een goede baan, die baan die moet ik houden. Maar als die socioloog onderzoek doet naar vrouwen die ontslagen worden omdat ze een kindje krijgen, dan kunnen die vrouwen wel denken, dat is een mooie baan, die baan moet ik eigenlijk zien te houden. Sociologen beïnvloeden het object dat ze bestuderen en in de natuurwetenschappen heb je daar eigenlijk veel minder last van. Wat het verhaal ook aantoont, dat is dat de rol van biologisch bepaalde gedragingen toch in veel opzichten door sociologen bewezen minder groot is dan je zou denken. Dat is in deze tijd misschien een beetje tegen de mode in om dat te zeggen. Maar stel je even voor, en ik kan het me nog wel herinneren, de jaren 50, dan zei je mensen van, vrouwen kunnen best in de Tweede Kamer zitten. Natuurlijk, dat moet kunnen. Maar een minister, nou ja, een vrouw krijgt toch eigenlijk kinderen. Daar is een vrouw toch niet zo geschikt voor. En kreeg je minister Klompé, en die was minister van OKNW, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Nou ja, dat was ook wel een hele slimme dame. En kunsten, dat kunnen ze nog net aan. Maar een vrouw op het ministerie van Defensie, je moet het niet te gek maken natuurlijk. Nou ja. En nu hebben we er, hè? Janine Hennis Plasgaard. En wat zijn we trots op haar en wat doet ze het goed. Een vrouw als de leider van het leger in Nederland. En iedereen vindt het eigenlijk heel gewoon tegenwoordig. Niemand kijkt daar meer van op. We vinden het normaal dat de biologische kenmerken van mensen, zoals leeftijd of geslacht, dat je daar niet meer op wordt gediscrimineerd. Bedacht ik allemaal toen ik jarig was, 10 mei 2013... Een paar weken daarvoor kreeg ik een telefoontje van de voorzitter van de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Die zei, Bart, wil je even langskomen? Ik moet je iets vervelends vertellen. Je doet je werk heel goed hoor en de studenten zijn zeer tevreden over je. Maar ik moet je op staande voet ontslaan, want je hebt de leeftijd van 65 jaar bereikt. En dat is bij ons wel de pensioengerechtigde leeftijd. Dus het spijt ons, zei die in dezelfde bewoordingen als het hoofd van de school in Haarlem tegen mijn moeder. Maar je moet naar huis. Dus eigenlijk doen we het nog altijd. Mensen ontslaan om redenen die niks te maken hebben met de kwaliteit van hun werk. En dat brengt me dan op een andere gedachte. En dat is, als je nou naar dit hele patroon kijkt, kan je nou zeggen, het gaat de goede kant op. De vrouwen hebben een grotere plaats gekregen in de samenleving. De emancipatie gaat door. De wereld wordt opener en vrijer. Of moet je zeggen, ik geloof dat het een beetje downhill gaat. Het is natuurlijk wel leuk dat die vrouwen nou hun eigen inkomen hebben. Maar daardoor hebben ze ook een machtiger positie gekregen ten opzichte van hun echtgenoten. En daardoor is er meer strijd in het huwelijk. En we hebben de echtscheidingscijfers naar boven zien gaan in een pijlsnel tempo. En echtscheidingen zijn niet goed voor de kinderen. Is het eigenlijk wel een ontwikkeling ten goede? Was vroeger eigenlijk niet alles veel beter?
Daarover ga ik het de volgende keer hebben. Dank je wel.